Oh, weer mee door. Ik heb even een rende. Ik kreeg een last van een opgeblazen gevoel. Ik was vaak lastig trouwens. Even kijken waar de rende zat liggen, maar ik heb ze nog wel. Ik heb hier dus ook een flesje bier. Dus, maar verder met de route. Op naar London King's Cross. Excuse me, mijn naam is Kasper. Ik ga dicht. En dan gaan we weer vandoor. Net even zo, ik heb nog even buiten gekoekeloerd, maar buiten word je opgetreden door de mug. Daar ook. De vliegenmepper. Het is nu de muggenmepper geworden. Ik heb ze gelukkig nog niet zo veel op elkaar gehaald, trouwens, de mugjes. Next stop is Enfield Chase. Mooie naam trouwens voor het seizoen. Enfield Chase. Next stop, Enfield. Zo. Het begint ook wel een beetje nu wat meer aan elkaar te komen. Het ligt gewoon aan elkaar vast, joh. Oh, hier. Het ligt gewoon maar aan elkaar vast. Ze komen nu allemaal achter elkaar aan. Grand Park krijgt het lekker achteraan. En dan krijgen we ook Winsmore. Het is nu, ja, het is voor nu meer een metro station. Metro hall. Next stop is Enfield Chase. Exit on the left side. Please mind the gap between the train and the platform. Next stop. Ik heb het gevoel trouwens dat de bovenleiding scheef hangt. Hoe is dat daarmee? Ja. Oh, het is zo dun. Dat is zo dun. Oké. Okay. Ik wil het ook trouwens aangeven. Hè? Stops voor 717. Ik vind het wel leuk trouwens dat ze dat erin gebouwd hebben. Je kunt driver zijn of je kunt guard zijn. Ik ben dus nu ook guard. Hij sluit de deur wel automatisch weer. Maar moet wel de deur iedere keer opengooien. Vind ik wel leuk. Het is nu 6 uur in de ochtend. Zal het even typen zijn? Is dat het een staatlas zijn of een flirt of wat is het voor type? Maar kun je dat wel, soms kun je dat wel lezen. Ik kan zo even kijken of ze stilstaan bij Grants Park. Misschien dat kijk, boven zit nou zo'n lipje. Oké, die wel op aflezen voor me, wat voor type trein het is. Oh, nee, denk ik niet. Ja, misschien dan. Of hier zo. Of hier zo. Of als jullie het weten, mogen jullie dat ook even in de comments zetten. Wat voor type trein is het? Is het een Stadler of een hoe is deze trein gebouwd? Dat is even de grote vraag nu. We komen nu aan in Grants Park. Je hebt een goede remweg trouwens. Perfectly stop. Op de emergency brakes, maar dat maakt niet uit. Even kijken hè, of we dat kan ergens kunnen aflezen. Dat zou misschien hier op moeten staan, misschien. Nee, er staat niks bij. Dan misschien op de zijkant, als dat ook staat, daar ook was. Hier zo. Klaas 717 DMSO. Staat er niet bij door wie die gebouwd is? Staat niet bij door wie die gebouwd is? Ja, dat vind ik jammer. Hier ook niet dan. Mensen die doors. Nee. Wat ook het nou is van deze type treinen van Armstrong Powerhouse is dat ook altijd de treinen vrij vaak leeg zijn. Er zitten geen passagiers in de treinen bij Armstrong Powerhouse.
hoop dat ze dat wel binnenkort een keer in gaan bouwen, want het wordt dan zo kalig, vind ik wel. Vind ik dan. Het is een beetje kaal. Next stop is Winsmore Hill. Leuke route om deze keer te rijden. Ik heb deze route eigenlijk nog nooit, dat ik deze route nog nooit gereden volgens mij. Kan wel zijn dat ik hem wel een keer gereden heb hoor, maar. Next stop is Winsmore Hill. Een beetje hamburger S-bij joh. Al die stops. Nou, mijn ding zat nu een beetje af. Op het glazen gevoel. Hij stopt. Perfect, die stopt. Ik krijg er een beetje handigheid in, joh. Zie maar. De deur weer open. En soms staat er ook wel eens op de zijkant van de tram en nu staat er helemaal niks op. Hier ook niet. Ik moet kijken toevallig. Oh. Nee. Maar, dan kunnen we altijd even wat anders bekijken. Maar dan gaan we even kijken onder Wikipedia. Is de Klaas 717. Die siroppack is het ook wel. Er staat niks bij op die Klaas 77 trouwens. Is het sowieso... De Britse Klaas 717 de Siro City is een electric multiple unit train built by Siemens. Het is een trein van Siemens. Rijdt op de Great Northern Hertford Loop, die rijden we dus nu. En Welwyn Stopping Route. Dus die rijden we dus nu ook. En wij komen nu zometeen wel in de buurt van. Ik denk dat we zometeen weer terugkomen, waarschijnlijk op die. Op de East Coast Mainline. Next stop is Palmer's Green. Zij is gemaakt dus door Siemens. Het is een trein van Siemens. Altijd goed is. Siemens is altijd goed spul. Ja, want ze hebben tegenwoordig in Nederland heel veel Hitachi's. Tegenwoordig. Daar word je echt mee plat gegooid. Iedere groot bedrijf wel een Hitachi. Behalve Noorden, want Noorden rijdt daar met oud spul. Maar... Great Western Railway heeft Hitachi's, Hultwins heeft Hitachi's, LNER Hitachi's. Het wordt eigenlijk een beetje de Trans-Pennine Express Hitachi's. Hitachi's is nu wel heel erg in de meerderheid, zou ik zeggen. Aangekomen in Palmer's Green. Ik vind het ook... In mijn beleving eigenlijk ook niet een van de mooiste treinen trouwens, die Hitachi's. Maar goed. Erg leuk trouwens dat het draad daar doorloopt tegen die tunnel aan. Echt leuk gedaan trouwens. Ik heb met het voormalige stationsgebouw, maar dat wordt nog niets meer meegedaan. Next stop, Bowie's Park. Bowie's Park. We
Als op een stukje 30. Ik denk dat dat dan denk ik de, ja, dat is denk ik de aftakking weer of de terugkom weer denk ik van de East Coast Main Line. Ik rijd denk ik gewoon parallel een beetje rechts van de East Coast Main Line af. Dat zal denk ik wel zijn. Komt trouwens een. Er staat trouwens een Hitachi daar zo. Denk ik hier ook. Ja, hier kom je op de East Coast Main Line uit. Ja, zo meteen krijgen we Alexander Palace. Daar gaan we ook even stoppen. Gaan we even kijken of we het gebouw kunnen vinden van de datter. Ja, hier staat ook al een. Hier staat al een LNIA Hitachi. Azuma. Kijk, zouden we dan hier dan ook weer op het spoornetwerk moeten gaan komen? Of is dat niet het geval? Kan zijn dat je nog een soort andere route rijdt hoor. Is ook weer, daar staat ook nog weer een Azuma. Die denken ze van wij parkeren hier bij die Azuma's maar hoor. Next stop is Bowes Park. Next stop Bowes Park. Hoe kun je de deur aan de andere kant een keer oprooien? Oh, dan gaan ze wel. Dat is vreemd trouwens. Zodra je daar dus op die deurhandel drukt, dan gaan. Wel. De deuren. Dan gaat hij in de remstand. Oh. Oh, King Cross. Mooi op blijven staan, jongens. Zodra je dat dus niet op die T drukt, dan blijven de deuren. Dan gaan de deuren weer na een half minuut weer dicht. Ik vind het wel een leuke route om te rijden. Maar om deze ontwikkeling te gaan rijden. Nee, oh, hier staat allemaal. Oh, drivers. Ik heb iets met een powerprobleem nu. Kijk, kom ik dan hier nu dan weer op de East Coast Main Line uit? Dan denk ik niet. Ja, denk hier denk ik dan. Ja, hier zo. Hier kom je uit op de East Coast Main Line. Dus in principe lijken dus die East Coast Main Line iedere keer een beetje rechts van je liggen. Ga je die kant op richting King's Cross, dan laat je hem links van je liggen. En die draai je dan weer de East Coast Main Line weer op. Het is eigenlijk een soort, ja, een soort loopje wat je dan maakt. Daar voel je trouwens het gebouw van de datten. Hier staan nog wat LNIA's en staan wat Hull Trains hier al. Hier staat nog een Hull Train. Ook mooi liggen trouwens die Hull Trains. Kijk hoe ze dat gemaakt hebben, dat is ook mooi hè. Mooi hè. Cool hè. Hull Trains rijdt dus van Londen naar heel verstandig, heel toepasselijk, heel. Bounce Green Service Delivery Depot. Hier staat nog wat L1-jaartjes binnen. Hier komen we dan aan op Alexander Palace, de plek voor het darten. Het WK wordt hier altijd gehouden hier. Gek is hè, sinds dat darten op Viaplay is, volg ik het darten bijna niet meer. Hey, je is krantje aan het lezen. Kijk hoe het lezen dan. Kijk het lezen hoor. Waar hebben we thuis is je aan het lezen? Ja. Waar is daar is hij? Hier is Alexander Palace. Eigenlijk is het een heel oud, goor, vies, oud gebouw. Het schijnt ook best wel vies te zijn, dit gebouw trouwens, maar... Hier gaan we nog door tot aan Hornsley, Haringey, Finsbury en London King's Cross. We komen aan om 6:24. Dat is over nu en een minuutje of 10. We gaan er even door.
Rechts van de Rapelles. Hornsea. Dat dat van Hornsby was, maar Hornsby is toch dat grote miniatuur spoorbouwer. Die maken gigantische leuke miniatuurspoortreinen. Elektrische treinen voor de modelspoorbaan. Hornsby. Dat is voor mij wel een beetje de nummer 1 van modelspoorbouwer, volgens mij. Mogen nu dit stukje mogen even weer 60. Hier staat nog wat materieel. Is er nog wat C100 series van Thameslink? Is er nog eentje van Thameslink? Wel vulde ze dat materieel waar ze mee rijden trouwens. Vind ik toch jammer weer. Ik zie weinig Jeanairs voorbij komen. Of weinig Valenta's of andere treinen. Het is eigenlijk alleen maar de 700 of de 717. Nou, we hebben nu wat Azuma's gezien. Verder is het toch wel niet echt... Oh, daarvoor rijdt wat voor mij een nieuw spul. Ja, er staan wat elektrostaties daar zo. En er staat weer een heel... Hé, is dit zo'n... Ja, dit is... Ik heb het nou kwijt. Wat is hier? Oh, stoppen, joh. Hé, is er ook nog een... Oh, dat is leuk trouwens. Kijk, hier staat wel een leuk spoorje trouwens. Even kijken hoor. Oké, hier staan nog van deze. Kijk, dit is een Lumo. En hier staat ook wel een leuk spul trouwens. Hier staat nog een Colossus Rail met netwerk wagens eraan. Netwerk Rail. Uit deze is meteen gaat rijden, denk ik dat wel. Hier staat nog wat. Is dat zelfs 2? Van Travel Well Beyond Expectations. Dit is een soort budget, low budget bedrijf. Het is vooral van First. Hier staat nog een 700. Hier staan nog een paar 387's. Nog een 387. Wie is deze dan? Van Thameslink? Nee, dit is niet van Thameslink. Hier staan nog wat C100 series. Daar rijden wij. Daar rij je ook alweer. Een paar 76's dus. 67's daar dus. Van Colas Rail. Daar heb ik een keer binnenkort. Ik heb daar voor een paar weken geleden heb ik ook met zo'n trein gereden. Het was van. Vanaf Holyhead naar Crewe. Met een combinatie van een 6-7 met dan een MK 4 wagens met een DVT eraan. We gaan verder. We komen nu aan in Harrogate. Van een beetje aan de late kant zie ik. Is dat nog weer materieel? De 700 staat daar weer. De 717 staat daar zelfs. Oh, pardon. Een verfrissend boertje. Oh, wat is dat? Great Northern. Er komt weinig verkeer voorbij, dat vind ik jammer. Geen Night Ones, geen Valenta's, geen Azuma's. Het is eigenlijk een beetje een saaie activiteit, vind ik. Next stop is Finsbury. En dan komen we aan in London King's Cross.
Dan heb je daar in principe nog een drie kwartier. We kunnen nog eens een nightje rijden van ongeveer een half uurtje. Ik heb denk ik nu al een van de laagste view rate voor mij van de hele livestream gehad, volgens mij. Maar we hebben nog geen enkele iemand gehad die mee aan het kijken is geweest. Ja, eventjes, maar... Dit heb ik nog nooit overkomen, dit. Dit is wel erg bizar, dit. Dan kijk je, dan zie je al dat 300 mensen gekeken hebben. Niet zo? Hé, daar komt de Azuma aangereden! Van LNIR. We komen aan in Finsbury. Er staat ook iets van 700 daar nog. 700 of 717. Finsbury, next stop. Gaat er eentje weg. Het is wel een 717. Ik weet waar die... Oh, niet bij waar die heen gaat. Jammer. Hierna hebben wij London King's Cross, eindpunt van deze trein. Dan kijken we of we nog een klein scenario kunnen vinden van ongeveer een half uurtje. En dan gaan we naar de Mess of the Day kijken. Oh, alles leuk. En wat even door. Mooi dat oude ding daar. Dan voel je echt weer dat voedelijke stadion. Vindt OV Gassel mooi stellen. Ja, die is fan van Arsenal. Maar ik ben geen fan van Arsenal. Zoals je weet, ik ben fan van Newcastle. Newcastle United kruipt door mijn bloed heen. Ah ja, draait ook Pek Zwolle. Niet een goede stad voor Pek Zwolle, hè. Die is opgenomen op 2008. 2023. Helaas weer verloren. Nu van Twente uit. Maar dat zou je ook wel een beetje daarin kunnen calculeren. Maar die wedstrijd tegen Sparta afgelopen week, die hadden we gewoon moeten winnen. Thuis tegen Sparta moet je gewoon, daar moet je gewoon tegen kunnen winnen. Maar ja, helaas ben ik haast. Het werd 2-1 of zo. Of 3-1 zelfs. Voor Sparta. Ja, dat voel me een beetje, tegen. Ik had toch wel iets meer verwacht van Pek. Ik hoop dat Pek toch wel iets beter weer gaat draaien. Ik vind ook Wallace trouwens die training die we nog hebben. Ik vind het zoeken trouwens, maar goed. Kunnen we alles nog een beetje dan inbouwen. Get back with Pek. Dat bedoelt dus mee dat ik terug ga kijken naar de wedstrijd van Pek Zwolle. Ik heb een seizoenskaart weer. Dus tegen Sparta was het niet al te best. Get back with Pek Zwolle. Nee, ik hoop dat ze wel wat beter gaan voetballen. En dat ze, ja. Dat er wel progressie in gaat komen, want anders dan, heb ik er een zak hoofd in, zo maar zeggen. Nou, nu dat ik dus dat pieptoontje hoor als je hem terugzet in de rem, denk ik ja, voor heb ik wel een keer gereal. Zit dan de spoorlijn dan richting. Een Pangras? Ik heb er al een schil, zie ik hier. Dat is vreemd. En ze komen dus iedere keer als Zwolle gespeeld heeft
gaan we ook zondagavond even een kleine handeling aan geven. Met zonder niet s'avonds kunnen voetballen. We moeten naar twee keer elkaar worden om 8 uur s'avonds. Zondagavond. Maar ik hoop dat zullen we wel beter gaan voetballen. Dat nog een LNIA, Cloud Knight One. Daarvoor is dat nog een Electrostar. We stoppen hem hier al. En hier zetten we hem neer. En hier zetten we hem neer. Spoor 10A. Zetten wij de trein neer. En dan zijn we aangekomen bij het eindpunt van deze lijn. Dit scenario. Wat de hel is dat? Ik heb geen idee wat dat is, maar dat ga ik even destroyen. Dat is dus nu gedestrooid. Een heel raar ding was dit toch? Was een kruising tussen een kever en een mug. Raar kruispunt. Oké, aangekomen in London King's Cross. Dus weer een scenario af. Wat vond ik van de trein? Ik vond het een fijn treintje. Echt, ik vond het een fijn treintje om te rijden.